Los op, Engelsen, ik Ruxup. deze kleine update video. Want vandaag bestaat mijn kanaal 1 jaar. Kijk maar, 5 oktober 2011. Mijn eerste video geüpload. Ik raad je aan deze video echt even te kijken. Tik gewoon dit in, Subtle of Ice deel 1. Laat je even een paar seconden horen van hoe mooi deze eerste video was. Mijn commentaar is zo kut. En dat moet je bewaren, weet je. Ik ga sowieso trouwens binnenkort weer even een video maken van hoe je volgens mij. Goed commentaar geven, want ik krijg vijf keer de dag. Rick, heb je tips voor? Mijn me? meeste antwoorden ook nog eens met tips en dat wordt irritant. Uh, ik heb al een video voor Gameboy, hoe dat werkt en zo, dus dat ga ik allemaal niet doen. Hoe je Freddy Fish doet, dus stop als wie met vragen hoe je spellen downloadt. Zoek het lekker zelf uit. Even een paar seconden. Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. En vandaag gaan we mijn eerste gameplay doen. We gaan. Dit, geef, dit is de beste commentaar ooit. <laughs> en zo kun je heel mooi zien hoe mijn commentaar in een jaar veranderd is. Um, dan, ik heb er wat milestones gepakt. Dit is dus. Um, 25, 5 oktober, 5 oktober. Toen, een tijdje later had ik. 4 april 2012 had ik een gas erop, dus David Games. Toen, maar was dat toen echt heel goed. Van, yes, ik heb een gas erop, dus David Games. En dat vond ik helemaal mooi, dus ik heb het even hier neergezet. Toen, 9 mei 2012 had ik mijn YouTube partnership. En toen bestond mijn account blijft bij 7 maanden en 4 dagen. En is roze Woensdag ingelast, waar je trouwens helemaal niks meer van hoort. Ruud en Stefan, ga. Fucking. <laughs> Disney Princess opnemen en naar mij sturen. Dankjewel, <laughs> lekker subtiel. Um, 1000 abonnees gehaald op 28 juni 2012. Dan denk ik, hé hey Rick, daar zijn we nog niet zo lang geleden. En waarom niet? Ik had natuurlijk mijn niks. Is gameplay bij Banyotown Town. Heel veel mensen vragen nog steeds: hé hey Rick, zit je dan vast bij Banjo Town? Nou, het idee is tenminste dat ik dus iedere woensdag ga ik nu um, GTA doen en, en zondag. Maar die woensdag kan soms nog met Jordi koop worden en zo. Ja, nou, dat gaat het niet om. Ik zit vast bij Banjo Town in principe. Ik upload daarop. Ik krijg hier in principe helemaal geen geld voor. Mogen ze best doen voor mij, maar. Ik, ik vind het gewoon leuk om te doen, een beetje. Lekker veel kijkers, heel veel mensen, heel veel, cool, heel veel feedback en zo. Ik krijg heel veel abonnees van. Maar het is ook gewoon heel leuk om te doen. Um, dit was eigenlijk laatst. Uh, 2000 abonnees. Zo snel gaat het, weet je. Dit is 2000, dat is 17 september. En dan heb je de 1000, dat was 28 juni. Dan zie je, dat, dat is niet zo ver bij elkaar vandaan. Um, dan, als allerlaatste, ik ga morgen naar First Look. Ook even veranderen op tellen. Dus zo, First Look Ik ben morgen op First Look. Ik loop waarschijnlijk mee met Bardo en Jordi. Maar ik heb ook nog Kees en zo. Wat andere vrienden die daar lopen. Dus misschien dat ik daarmee lopen. Maar waarschijnlijk ben ik vooral met bij Bardo en Jordi te zien. Dus niet te missen en zo. Uh, wat wil ik ook weer meer vertellen? Ik wil even zeggen: jullie moeten allemaal abonneren. Gewoon omdat het kan. Op, op Decent Sals, Simon. Waarom? Omdat Simon verdient meer respect. Simon maakt echt. Hoe lang maakt Simon al filmpjes? Lang. Lang, en ja, Simon verdient gewoon meer abonnees, dus ga even op Simon abonneren, noem het gewoon even op. Ik ben altijd een beetje de sponsor van Simon tijdens livestreams, zo van, ah, oh, jullie gaan nu op Simon abonneren, of ik stop met streamen en dat werkt altijd wel goed. Abonneer op Simon, hij maakt heel veel vette games, vooral ook, hij is echt een indie game lover, zeg maar. Maar hij doet ook heel veel vette games, zoals Rayman 3, die wil ik waarschijnlijk ook nog wel een keertje doen, maar kijk ondertussen die van Simon, dat is belangrijk. Um, verder gewoon echt heel erg bedankt, ik ben gewoon al een jaar bezig met dit account, ik heb in een jaar, heb ik 600, hoeveel zijn dat er? 667, 77, ik had 67, 67, 67 uh, video's geüpload, dat is bijna 2 video's per dag in een jaar. Ben ik, hebben we naar mijn kanaal, heb ik 2440 abonnees gehaald. Dan ben ik 577.000 keer bekeken, dat is veel. Um, ik nodig even met doen was als met jullie langs al mijn series gaan. Gewoon even een klein beetje vertellen. Want heel veel mensen kennen mij natuurlijk nog niet zo lang. Dus ik dacht, nou nah, dan weet je meteen wat je wel moet niet moet kijken. Oké, okay, gaan we naar mijn onder. Dit is de eerste serie. Uh, ik upload hier heel weinig van, echt één keer per maand. Dus dat is langzaam. Zie je heel goed het commentaar vooruit schieten, zeg maar. Dit is echt een van de vetste series ooit. My Boyfriend. Het is een beetje te vergelijken met de drie vrienden van de manager. Pajama en Sam Dells. De Nacht op de Duistere Nacht was eigenlijk een hele oude serie. Maar ik had hem opnieuw gedaan. Dus dit zijn best wel nieuwe filmpjes. Je hoort eigenlijk niet. Bij de volgorde. Minecraft Noob is een Minecraft serie die ik met Jurde deed. Toen ik, dit was de eerste keer dat ik Minecraft speelde. dus is echt heel vet. Ik weet je, iedere aflevering vraag, ik eigenlijk hoe je een crafting table moet maken. Maar ik vergeet het weer. Portal 2 Call, best wel zelf uitleggend. Harry Potter in de Geheime Kamer. Dit is echt dit is echt een serie waarin mijn commentaar ook heel erg veranderd. Het, het begint nog heel rustig. En dan later, halverwege, de serie begint te zingen. En later begint het hyperactief te worden. Dat is fantastisch. Skyblock is best wel een faal serie. Vijf deeltjes. Left 4 Dead 2, laatst afgemaakt. De eerste parts heel veel geüpload. Toen heel lange droogte. En toen laatste de laatste twee parts. Lego race is ook een hele vette serie, de game audio is dat iets te hard, maar zeker kijken Deze prank calls zijn geniaal, ik krijg dagelijks nog De vraag, Rick ga je meer prank calls doen, maar het past Niet echt niet bij mijn kanaal, en ik heb er echt geen tijd voor En ik ben heel slecht in prank callen, dus Harry Potter en de Steen de Wijze, dit is echt een serie Waar ik zelf niet heel tevreden over ben, ik ben van plan ga je mijn kamer en Steen de Wijze, ooit nog een keer te let's play als ik echt 5000 subs heb, want dat zijn Echt hele vette games, dat zijn echt Samen met Monsters Co, dit zijn mijn drie favorieten. Nou, en samen met Harry Potter en de gevangen van Azkaban Dus Harry Potter 1, 2, 3 en Monsters Co zijn mijn vier favoriete PC-games eigenlijk van de Retroid? Deze heb ik laatst gekocht. Nee, dit, dit is twee. Bliksem en Donder. Dat is gewoon een hele vette Jammer Sam-game. nog even twee spek ops Ga ik binnenkort afmaken met Jur. We doen alle spek ops missies in drie sterren. Er wordt heel veel geschoold En meestal strategie. Ik ga achter een doos zitten. Jure, en dan laat ik Jur alles rusten. Gaat Jur dood en word ik boos op hem. Heel goed concept. Portal 2 DLC om niet heel veel bijzonders over te vertellen, Freddy Fish 2, Mysterie van Spook op school. Ik heb echt alle Freddy Fish spellen gedaan, alle, alle Spy Fox spellen en ik moet alle Poopoes nog doen en ik heb ook alle Pajama Sam's gedaan. Ik ga binnenkort zeker weten alle Poopoes nog let's play mensen, dus um, komt eraan. Ik ga ook binnenkort nog alle Mil Monteurs doen, komt er ook aan. Uh, hier hebben we Pokémon Fire Red, echt heel weinig mensen weten dat ik die gedaan heb, maar die heb ik zeker gedaan. Kijk die awesome thumbnail, die jongen kijkt heel verwart naar zijn Pokédex van wat is dit? Freddy Fish 2, verhaal van de tweede serie, waarom Freddy Fish 2 is Freddy Fish 1, Rick. Spy Fox en Operatie Melkweg, mijn favorieten van Freddy Fish en zo allemaal, vind ik nou Spyfox en Operatie Robo Maar Spyfox van Freddy Fish en zo vind ik Spy Fox de echt het beste. Freddy Fish 4, Kidnapping in de Zee, aardig voor zichzelfsprekend. Need for Speed Most Wanted, vandaag nog een nieuwe aflevering geüpload. Die serie is bijna af, nog twee, drie afleveringen geloof ik. Mario Kart Double Dash wil ik binnenkort af gaan maken. Is best wel een oké okay serie. De eerste paar series hebben een hele erg falende rate. Maar dat komt ooit nog wel weer goed. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom is echt een van mijn meest bekeken series van een GameCube spel. Alleen, ik moet hem echt een keer afmaken. Want het, het commentaar opgeven gaat heel moeilijk. Maar ik wil hem zeker nog een keer afmaken. Ik zit nu op part 9. Het schiet echt niet op. En het worden nog heel veel parts. Maar ik wil hem echt afmaken. Want heel veel mensen zijn er heel erg fan van Harry Potter in de Gevangen van Astigman. Persoonlijk vind ik dit de beste serie op mijn kanaal. Commentaargewijs. Ik vond hem heel hyperactief. Ik heb echt alles in één dag opgenomen. Dus dat was zo lekker in het spel. Freddy Fish 5, de zaak zeemonster. Is ja, Freddy Fish, Spy Fox, Spreekt voor zich. Super Mario Sunshine, hele vette serie. Eerste paar parts zijn met hele slechte frame rate, maar ik had je zeker aan te kijken. Harry Potter en de vuurbeker. Ja, ik doe natuurlijk alle Harry Potter games, dus hier was het in één keer zo verwacht. Ik heb 1, 2 en 3 gedaan, ga Ik ga ook 4 doen. Ah, 4 bij wel, ga ik 5 doen. 5 viel tegen. Wouden we 6 doen? 6 komt er nog steeds aan. Ik had copyright, ik moet even kijken hoe ik dat gaat oplossen. Waarschijnlijk kan ik hem met copyright gewoon op mijn kanaal zetten, verdien ik geen geld op. Maar ik verdien sowieso echt heel weinig geld, laten we zeggen. 40 dollar per maand of zo, weet je, dat is echt helemaal niks. Ik moet een keer naar een goed partnership bedrijf, wat me gewoon echt 200 dollar per maand betaalt. Niet dat het om het geld gaat, maar weet je, ik kan het ermee verdienen en dan kan ik leuke dingen voor jullie kopen en zo, dat wil ik wel graag. Donkey Kong Game, maar voor zo'n donkere kom voor de Game Boy moet ik echt een keer afmaken, maar het spel is moeilijk. Pokémon Colosseum ga ik maar verder zodra ik Pokémon Sapphire af heb. Minecraft Hardcore Road to the End, die dus ik er wel in totaal mijn meest bekeken serie even op klikken. Kan ik dat? Kan ik dat? Oh, dan gaat het wel weg. Kijk, okay, tot zo. Uh, oh, je ziet het nu niet eens. Deze zijn echt allemaal, bijna allemaal wel 1500 keer plus bekeken. Je wordt zo goed bekeken. Dit is die serie van Stefan waar die echt verder moet. Potter en de Devil Headows, part 1. Part 2 is heel goed bekeken. Part 1 niet. Vraag me niet waarom. Part 1 was op dat moment dat ik dat upload echt het meest bekeken van al mijn series. En part 2 is echt het meest bekeken op Minecraft. na. en Sam, je, je bent wat je eet. Het is maar dat je het weet. Mijn Portal 1 serie op dus David Games. Black Ops Nazi Zombies, ook een serie die heel goed bekeken wordt. Pokémon Sapphire, bijna half die serie. Sonic Heroes, na drie parts gestopt. Vanwege Capsurnus. Ga ik binnenkort weer verder. Pajama Sam af. Let's race. Total die Spice. Ik ga met Ruud, Stefan en Kees gaan we let's race in dat spel. Kuifje, kennen jullie helemaal wel. Deze is het laatst afgerond. Harry Potter in de geheime kamer voor de Game Boy Color. Ik heb de ron van Harry Potter en de steen der wijze voor de Game Boy Color in het Nederlands. Zelfde humor, hetzelfde woordgrapen. Ga ik binnenkort ook doen. Ik wil eerst even voor die van de gevangen van schaban afmaken. En waarschijnlijk eerst Harry Potter 6 doen en eerst Harry Potter week als werkbal doen. Maar waarschijnlijk doe ik Harry Potter 1 en nog wat bij. Want dat, dat kun je niet vergelijken met die PC versies. Hoi, in de auto staat 500. Fucking wet. Het geheim van Dracula. Fur Fur Future in zoals, zoals ik net zei, Simon die zit daarin. En eh... Uh, het idee was dat hij daarmee abonnees kreeg. Hij heeft echt vijf aan overgehouden ofzo. Was best wel jammer. Het geluid was heel slecht. Want de echo. Want uh, ik, ik wou hem met het game geluid laten horen. Want we gingen samen de puzzels oplossen. Dus ik had zeg maar mijn microfoon naast mijn speaker gezet. Ik dat... Nee, ik had... Ja, ja, ik had de speaker naast mijn microfoon gezet. Dus dat het geluid uit mijn pc kwam, dat ging naar binnen Simon toe. Alleen het geluid dat Simon maakte ging dan ook weer in de microfoon. Dus dat werd dubbel opgenomen. Ik heb gewoon geprobeerd te zinken. Het is niet echt gelukt. Compilatievideo's. Ik ga een nieuwe compilatie maken. Als. Ja, van mijn 2500 abonnees, denk ik. Hij komt zeker nog wat later, want er gaat zeker een week aan tijd in zitten. Een Charter 2 Among teams Ga ik binnenkort afmaken. Dus ik moet nog eventjes. Uh, mijn PlayStation weer aanzetten. En eventjes zin zoeken om dat spel te zoeken. Want ik had twee afleveringen opgenomen. En die clips waren corrupt. Conan, the Conan de Ik vorige week afgemaakt. Minecraft Red Topia met één game kanaal. was een tijdje geleden. Dat is ook wel leuk. Yuri's -Oh, Secret Card is een hele goede serie. De drie vrienden van Menezes, het geheimzinnige ongelukje. Ik heb al part paar 12, die komt waarschijnlijk morgen online. Um, GTA 5. 4 op Biontaan. Ik ga zo meteen deel 10 opnemen, geloof ik. Ja, nee, vermaak ik deel. 9. gewoon geurblad. Maar gaat niet uit, moet ik moet hem nog in de zetten. Deel 10, binnenkort of deel 9, morgen. Hip Hop is af. 100 geworden van Minecraft op meer dan Moet je echt even kijken als je het nog niet gedaan hebt. Een Minecraft serie met Jur. Lekker klassiek. Net zoals je helemaal beneden zag. Minecraft met Jur. Op Gameplay. Uh, Half Life. Uh, ben ik nu mee bezig. Heb ik net een aflevering voor opgenomen? Lekker. En. The Elder Scrolls 5 Oblivion. Dat is een ander. Oh, wacht. Ik heb ook nog de nieuwste. De allernieuwste. Die thumbnail is echt vet, trouwens. Ik zal even kijken of ik hem hier. Ja, ik heb hier... Ik, heb hier... ik heb hier in mijn bureau wat staan. Even laten zien hoe vet die thumbnail is. Haha, <laughs> dit zijn mijn thumbnails. Hier zie je dus eigenlijk alle actieve series. Hey, spoiler. Ik ga spoilers op de film doen. Je <laughs> Je weet nog niet die voor de Gameboy is. Nu wel. Fucking vette thumbnail. Check die thumbnail, awesome zijn dan. Kijk. Okay. <laughs> Waiter. En dan wil ik hier waarschijnlijk het getal neerzetten gaan binnenkort Harry Potter... Harry Potter... SpongeBob SquarePants de film voor de Game Boy doen. Ik wil eerst eventjes SpongeBob voor de GameCube afmaken. En dat gaat nog een tijdje duren. Dus wacht nou nog maar even op. Ik heb al een wat afleveringen daarvan opgenomen. Echt een vet spel. Ehm... Um, Leelky dus Harry Potter moet nog steeds verder gaan. Daar heb ik nog geen afspraaklijst van. Kijk dan. Fuck yeah, MK, Maar misschien is hij geheim. Hoe grappig wil je het hebben? De door nieuws. Ehm... Um, ik dwaal heel erg af. Ik ben al 10 minuten 30 aan lullen. Ik bedank jullie gewoon heel erg. We zijn nu al een jaar bezig. En ik ben zeker van plan nog jaren door te gaan, weet je. En natuurlijk heb ik op een gegeven moment een, een sociaal leven en zo. Dus ik, kan, ik kan echt niet beloven twee video's per dag te gaan uploaden. Want, nou ja, dit is mijn vijfde jaar. Volgend jaar ga ik naar de zesde. Word ik sowieso druk met examens. Uh, daarna ga ik natuurlijk studeren. Waarschijnlijk ergens op de universiteit. Uh, ik ga waarschijnlijk scheikunde studeren. Yes, scheikunde studeren. Als jullie weten, ben ik aardig scheikunde fanatiek. Dan kwam ik aan... In de derde was ik echt heel erg geïnteresseerd in scheikunde. En in de vierde ook wel een beetje. Toen ging ik echt thuis van. Scheikunde dichtbij opzoeken. En uh, ik, had, ik ben ook vrienden met Pijken. En die gooit graag van die random scheikunde weetjes om je hoofd heen, zeg maar. Dus ja. Ik uh, maak graag scheikunde opmerkingen en dat soort dingen. Dus ik ga waarschijnlijk scheikunde studeren. Dan heb ik waarschijnlijk veel minder tijd voor filmpjes. Maar ik ga sowieso proberen één filmpje per dag. Maar dat wordt waarschijnlijk moeilijk. Moet ik gewoon echt voorraden gaan opnemen. Dan moet ik echt gemotiveerd voorraden opnemen. Want ik moet nu opnemen, anders komt er niks. Ik ben zeker verpand nog lang niet te stoppen met mijn kanaal. Ze kunnen mijn partnership afpakken, ze kunnen mijn kanaal verwijderen. Weet je, ook al verwijderen ze mijn kanaal. Ik ga lekker door hoor. Het boeit me helemaal niks. Um, dat was het gewoon. Ik wil jullie gewoon heel erg bedanken. Zonder jullie was ik, ik wou zeggen, nooit zo ver gekomen. Dat is niet waar. <laughs> ik maak gewoon filmpjes omdat ik het leuk vind. Ik, ik maak ze natuurlijk voor jullie. Maar ook had ik één kijker, had ik het voor die ene kijker, had ik het nog gedaan, zeg maar. Gewoon omdat ik het leuk vind en er zijn mensen die van Oh Rick, ik hou van je filmpjes ik, Nog een kleine spoiler, ik ga binnenkort een serie doen met Aardappel Gaming uh, dit is, Hij had ooit een heel goed kanaal Ik ben begonnen met YouTube de Aardappel Gaming Alleen zijn kanaal is twee keer gehackt en alle filmpjes zijn verwijderd Hij heeft nu een Engels kanaal, Man de Potato Of Man de Potato En ik heb met hem afgesproken binnenkort een serie samen te gaan doen we weten nog niet welk spel Voor de rest, ik wil nog wat meer doen voor het jubileum van 1 jaar en 2500 subs Dus comment eventjes of ik nog bepaalde series moet doen Ik ga sowieso die tutorial van... Hoe geef je goed commentaar. Wat echt heel erg een relatief begrip is. Wat goed is. Uh, lees tegelijkertijd mijn comments. Hé. Toeveel tevoren dat iemand op de Lego Racers komt Wat echt een hele oude serie is. Als je met de race tegen de klok de geest op staat op het Krijg je Veronica Volt is de snelste auto. Bedankt voor je comment. Ik bedankt voor het kijken van deze update video. Als je nu nog steeds kijkt. Ben je pittig hardcore. En een commentje nu pittig hardcore. Dat vind ik best wel, best wel een pittig hardcore comment. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik zou zeggen nog vele jaren mensen. Doei.